1998. Na 30 jaar wachten is Eibergen het beu. Er moet een rondweg komen voor het verkeer op de N18, een van de gevaarlijkste wegen in het land. Een hele generatie Eibergenaren is opgegroeid met zwaar verkeer in de bebouwde kom. Elk jaar meer vrachtwagens, meer forensen, meer gevaarlijke stoffen, meer lawaaihinder, meer stof- en stankoverlast, meer gevaren. 18.000 voertuigen per etmaal. Het is een rijksweg, dus een zaak voor de regering. Eibergens verzoeken worden allengs dringender en daarna omgezet in eisen. Haagse onverschilligheid drijft Eibergen tot wanhoop en drastische actie. Dierenarts van den Dikkenberg mobiliseert tientallen boeren. Zij zullen met hun tractoren het verkeer op de N18 vertragen tot een slakkengang. Diverse lokale transportbedrijven sluiten zich met vrachtwagens aan bij de langzaamaanactie. De actie is gericht tegen minister Netelenbos. Zij wil geen geld geven om Eibergen te ontlasten van het zware verkeer. De meeste automobilisten begrijpen het en berusten in de vertraging. Na de blokkadeactie wacht Eibergen in spanning op een reactie van de minister. Maar zij is blind en doof voor de verkeersellende die Eibergen al 30 jaar verziekt. Een jaar gaat voorbij, zonder hulp van de minister. En in 1999 zijn de Eibergenaren ziedend. De actievoerders zetten het verkeer door de kom van het dorp stil. Met grote hekken, dwars over de N18. Wim Hilbelink, dierenarts van den Dikkenberg, Ank Koper weten zich gesteund door de wethouders, Groot Severink en mevrouw Haasjes en duizenden dorpsgenoten. Truckers en forensen moeten het ontzien. De actievoerders zetten hen stil tot halverwege Groenlo en halverwege Haaksbergen. Na ruime vertraging mogen ze doorrijden. Zo gaat het diverse keren tijdens de spitsuren. Op een spandoek staat geen rondweg om Eibergen dan Netelenbosweg. 2 jaar later is Netelenbosweg, evenals het kabinet. Maar Eibergen zit nog steeds met de verkeersellende.